We zitten hier in Stolwijk. Stom. Zie je, daar ga ik weer. Zie ik dat ding? Oh, ja. Nou, we zijn wel lekker los. Okay. Stom. Ja, anders weer stom. Begin jij dat? Oh, ja, daar heb ik een hulpmiddel. Ja, oké. Zo stom ben om geen stom te zeggen. Ja. We zijn hier in Stompwijk aan de Stompwijkse weg in een echte boerderij. En al in de tijd van Napoleon was de generatie van Bohemen, de familie van Bohemen, hier met koeien actief. Jullie hebben nog steeds koeien, maar er is nu nog al veel meer. Ja, maar de core business blijft onze 80 koeien. En hoeveel jong wij hebben we? Kleine 50 stuks. Dus ongeveer 130, 140 stuks vee. Dus wel 's ochtends vroeg opstaan en melken. Uiteraard, dat hoort erbij. Er zijn niet maar veel. Dat doe ik niet. Dat zijn vader en zoon. Ja, nou door de week vuur ik mij ook sinds een PS, sta ik uiteraard ook vroeg op, maar dan moet ik natuurlijk weer gauw weg om buiten de deur te werken. En dan doet pa al het werk op de boerderij. Ja. En in het weekend werk ik uiteraard mee. De boerderij is in 1765 gebouwd, als eerste hier in de polder. Toen was die van een landheer uit Den Haag en een van de bohemen, Peetse opa, die heeft het ongeveer in de jaren 30 kunnen kopen. Ook in de crisistijd en sinds toen is het eigendom. Al die jaren veehouderij geweest. Vroeger maakten ze ook kaas. Peetse oma die heeft altijd Boerenleidse kaas gemaakt. Met roomboter en karnemelk wat daarbij komt. Toen zijn wij in 80 getrouwd. Toen wilde ik altijd thuis op de boerderij wat doen. Toen zijn we eerst begonnen met zelf zuivelen. Daar zijn we op een gegeven moment na een jaar of 13 mee gestopt. Omdat dat eigenlijk te veel zorgen gaf en te weinig opleverde. We wilden die boerderij in deze staat houden. Die is wel van binnen ingericht, maar die buitenkant van 1765, daar wilden we wat mee. Toen zijn we hier boven 4 hotelkamers gaan maken en beneden 1 appartement, welke ook geschikt is voor minder valide. Dus dat is eigenlijk de eerste stap tot de logies. En daarvan was de aanleiding dat er een nieuw dak op de boerderij moest. En we denken, hoe moeten we dat nou rendabel maken? En toen kwam Peter eigenlijk met het idee van, dan moeten we daar iets van logies in gaan doen. En hoe is dat toen vorm gekregen? Vergunning aanvragen en bouwen. En dat is, er zijn een aantal kamers ontbij gekomen toen? Nee, toen was gewoon de start 4 kamers en 1 appartement. Ja, ja. Dat was echt de bedoeling. En hoe kwamen u aan de mensen? Waar dat mensen hier langskwamen? Die dachten, hé, we gaan hier overnachten? Nee, verreweg. De meeste gaat via de site. En, gedeelte via het VVV en een heel klein gedeelte van mensen die langskomen. Dit is een echt boerenovernachtingsbedrijf, toch? Ja, inderdaad. De mensen die hier komen, die moeten sowieso geen hekel hebben aan de luchten die af en toe op de boerderij voorkomen. Want we zeggen altijd, de werkzaamheden buiten die gaan ten alle tijden door. Dus of er nou gegierd wordt of gehooid of inkuilen, dat heeft toch prioriteit nummer 1. Want we zijn de neventak erbij gaan doen om de hoofdtak te kunnen optimaliseren. Ja. En omdat Rick nou ook toch de boerderij over gaat nemen, wat hij eerst niet helemaal van plan was in Nederland, want hij vond het hier allemaal veel te pielerig en veel te klein. Maar na zijn middelbare landbouwschool en nadat hij stage had gelopen aan de andere kant van de wereld in Tasmanië, waar we op een gegeven moment zelfs ook wat konden kopen, toen werd hij voor de keuze gesteld van nou zeg maar wat je wil. Dat heb eigenlijk toen een wending genomen dat hij zegt van nou jullie hebben hier een boterham kunnen verdienen. Ik wil het ook hier gaan doen. Maar wel met iets erbij. Want alleen de koeien dat vind ik toch nu op dit moment wat moeilijk. Want jullie doen behalve die overnachting toch ook andere activiteiten hier? Ja, we ontvangen ook schoolklassengroepen. We hebben een ruimte waar cursussen gegeven kunnen worden. Want we hebben een tv met laptop erbij, dat gewoon nog een scherm, zeg maar. Dus dat, ja, we doen eigenlijk van alles wat mogelijk. Maar er worden ook cursussen gegeven, BHV-cursus, VCA-cursus. En dat is ook voor bedrijven uit de buurt ideaal. Ja. Die hoeven dan niet helemaal naar Rotterdam en vaak zoeken wij een goedkope cursusleider dat de helft minder kost. Dus dan, ja. En wat gaan we vandaag doen? Nou, vandaag nieuwe appartementengebouwen openen. Het laatste oude huisstal hebben die we eind 1800 gebouwd is, hebben we helemaal gesloopt dak eraf, alleen de 4 muren laten staan. En van binnenuit hebben we opnieuw opgebouwd. Omdat deze voor koeien niet meer geschikt was. Dus de koeien zijn eruit en de mensen gaan erin? Juist, inderdaad.
allemaal bedankt dat jullie toch gekomen zijn om te kijken wat wij voor elkaar hebben gekregen. De stal, het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat we zover waren dat we sowieso al de vergunningen zo goed als rond hadden gekregen. En hij is nu bijna af. Nog een paar kleinigheidjes. Er komen nog wat gordijnen in. Er komen nog een paar bankjes in en wat andere kleinigheden. Maar wel willen we alvast gaan openen in verband met de voorjaarswerkzaamheden op de boerderij. Welke volgende week eigenlijk al volop gaan beginnen. Oh. En er zijn nu al volop kalfkoeien, lamschapen. En het werk op de boerderij, dat is toch altijd nummer 1. Nou, het hele gedoe met de stal, dat is onder andere mogelijk gemaakt met behulp van een EU-popsubsidie. En Peet en Rick, die hebben er zelf echt gigantisch veel aan gedaan. Van het zelf slopen, nou, dat ging ze het makkelijkst af, ja. tot rioleringen erin doen en het afwerken. Maar voor het afwerken hebben we gelukkig ook veel hulp gehad van onze zwager. Want het echte nettenwerk, dat lieten we natuurlijk doen. We kennen onze grenzen. Maar zelfs hebben Peet en Rick heel veel gesausd en ook geverfd. Wat overigens niet altijd even goed lukte. Maar daarvoor kunnen we weer bedanken onze vele vrijwilligers, vrienden, bekenden. En zelfs Rick's vriendin en Rick's schoonmoeder hebben hun steentje bijgedragen. Nog heel erg bedankt allemaal. Nou, voordat we hem echt officieel gaan openen, moet natuurlijk eerst het laatste vee eruit. We hebben als symbool, misschien kan je het niet zo goed zien, maar dat is een koe. Die wordt met de hand gemolken, gewoon lekker op een melkblokkie. En dat gebeurde hier vroeger. Opa die weet er alles van. Het ziet alleen aan de vierde kant. Nee, want straks gaat hij open en het is de bedoeling dat de deur meer open staat. Nou, ik doe de deur. Ik ga de deur open doen. En dan rijden Peet en Rick onze mooie roodbonte aalstreep Lobbers eruit. En Lobbers is verzonnen door de kinderen van de boerderijschool. Wat ook een nieuw project is waar ik dan vooral achter staat. En daarna neemt Rick opa mee naar ons verste appartement en dat heet Polderzicht. En iedereen mag daarna natuurlijk gewoon lekker film kijken. Nou mensen, ja, mooi hè? Ja, mooi. En voor de mensen uit de stad, de kuisjes en vrouwtjes vallen. Heel dicht bij de stad meemaken hoe een echte melkveehouderij werkt. Want ze komen ook wel eens in de stal kijken, je nodig ze ook uit om te kijken. Wisselend als ze het willen, dan ken je dat de regel ook dat ze met melken mee kunnen kijken en alles. Maar de rust die je hier hebt, die heb je in de stad natuurlijk niet bij een hotel. Nee. Je hebt ook mensen die zitten hier gewoon lekker buiten op het bankje. Ja, precies. Ja. Nee, heel goed. En wat zijn nog verwachtingen voor de toekomst? Want jij gaat misschien nog een keer trouwen en dan gaat het nog verder groeien. Nou, dan maar even kijken hoe dat precies loopt. Ik heb nou inderdaad wel een meisje, die zal straks ook wel komen, die moest nog even werken vanmorgen. Ja. Maar ik heb er eigenlijk nog nooit specifiek over gehad of die al die kamers over zou willen nemen. Als ze dat zelf niet wil doen, dan ga ik er zeker mee verder. Dan moet er een melkrobot in de stal, moet de arbeidstechnisch een beetje rond te kunnen zetten. Ja. Nou, hoe dat dan precies ontwikkelt, dat durf ik zo niet uit de losse pols. Maar en de dieren, de vee blijft gewoon nummer 1. Dat blijft er zeker bij. Ja. Ja.